Hallo, leuk dat je kijkt. Dit filmpje gaat over het nieuwe plein van de Brede School in Alkmaar. En om tot een nieuw plein te komen heb je een ontwerp nodig. En we hebben onze leerlingen gevraagd om mee te helpen en mee te denken. Ze hebben prachtige dingen getekend. Kijkt u daar maar even naar. De belangrijkste elementen, die hebben we meegenomen naar het hoofdontwerp. We willen dat het leuk is voor jong en oud, dat je de natuur kunt beleven. In welk seizoen ook, dat je het weer kunt beleven. Dus er moet altijd lekker buiten plek zijn om lekker te spelen en samen te spelen. En we willen graag dat je de natuur kunt ontdekken, dat je door de bosjes kunt rennen, dat je creativiteit en je fantasie kunt ontwikkelen en dat je eigenlijk altijd wat kunt leren, bewust of onbewust, terwijl je uitgenodigd wordt om te spelen met elkaar. De hoofdontwerper heeft met die prachtige ideeën een nog mooier plan gemaakt en dat ziet er zo uit. En je ziet de vier seizoenen daarin terugkomen. In de herfst heb je bijvoorbeeld het herfstgedeelte staan de fruitbomen, zodat je je oogst binnen kunt halen en dat je er wat lekkers kunt mee kunt maken in het kookcafé. Je hebt een klim- en klautergedeelte met bijvoorbeeld een omgevallen boom, waar je ook nog over de banden en tussen de banden door kunt gaan. Je hebt een wintergedeelte met de schommels en duikelrek waar je altijd kunt spelen. Je hebt de kweektuintjes, je hebt het leerplein, zeg maar, een vlondergedeelte met doeken daarboven waar je eigenlijk buiten les kunt krijgen. Je hebt het stuk Nederland, wat net zo veelzijdig is als ons eigen land. Op de Veluwe vind je bomen en daar staan dus 12 palen die elk voor een provincie staan. Je hebt in Limburg heuvels, dus je hebt bij ons een verhoging en een kruiptunnel om doorheen te gaan. In Zeeland heb je water, dus bij ons heb je een watergedeelte. In de duinen heb je zand, dus je kunt lekker in het zand spelen. De Afsluitdijk is een omgevallen boom. Je hebt waddeneilanden waar je naartoe kunt springen. En in het noorden heb je bijvoorbeeld ook heel veel akkerbouw. Dus je vindt daar een oude tractor die we heel graag nog binnenhalen. En in de Randstad heb je veel huizen, dus daar zijn speelhuizen. En dan heb je voor de kleuterlokalen nog een speelstukje voor alleen de kleuters. De rest van het plein is voor iedereen toegankelijk, jong en oud. En in het zomergedeelte heb je nog een heerlijk stukje gras waar ook gevoetbald mag worden. En dat wilden onze leerlingen zo graag. En het is gelukt om dat in het ontwerp mee te nemen. En nu nog de realisatie. Help ons met een donatie, met tijd, met materialen. Kijk bijvoorbeeld op www.ydonate.nl en zoek op een groener plein en maak uw bijdrage over zodat u ons helpt om dit prachtige plan te realiseren. Heel hartelijk dank.